De eerste oefenwedstrijd van Hoogeveen zaterdag in de voorbereiding. Tegenstander is zondag tweede klasser SV Dedensvaart. Die ploeg speelde afgelopen week ook al tegen Brugteveld. Ja, Edwardse Banden die heeft wat te kiezen. 23 spelers in selectie en ja, allemaal kwalitatief goede spelers. Hier de eerste mogelijkheid, want het is een oud Hoogeveener, Raymond Slot, die een doelpunt van Hoogeveen voorkomt. Ja, het zullen lastige keuzes worden voor Sabander. Verwachtingen zijn ook hoog bij Hoogeveen zaterdag. Hier de kopbal van Marcel Lindhorst. In de eerste helft erin niet heel veel te beleven viel. Dedensvaart had de zaakjes achterin goed voor elkaar. En Hoogeveen, ja, dat moest natuurlijk nog wennen. 7 maart was de laatste wedstrijd. En toen bracht Julian Mol Hoogeveen in extase door tegen ZZVV de winnende treffer te scoren in de blessuretijd. En hier is hij ook dicht bij een treffer, alleen heeft hij het versier niet op scherp. Prima balletje hier van Dennis Egge op Quinten Prins. Komt daar de voorzet. Is het de inzet van Ben Gerrits in eerste instantie. En in tweede instantie Danny Kuiper, vorig jaar naar Hoogeveen zaterdag. Nu weer terug bij Dedensvaart. En dan Hoogeveen. Krijgt Dedensvaart de bal niet weg en is daar de mogelijkheid voor Marcel Lindhorst. Ziet u in de 35e minuut. Jababu. Op Jorno Lunenborg. En dat is natuurlijk geen probleem voor doelman Slot. Opnieuw Jababu. Komt die bal uiteindelijk voor. En dan is het Marcel Lindhorst die een doelpunt claimt. Maar scheidsrechter Smookbrand zegt nee, ik heb het niet goed gezien. Slotminuut, eerste helft. Ben Gerritsen stuurt Quinten Prins weg. En die vindt Danny Kuiper. En ja, die doet de oude ploeg de das om. Brengt Dedensvaart vlak voor rust op een 0-1 voorsprong. Prima uitgespeelde counter. Ik zei het al, Dedensvaart stond goed in de eerste helft. Ja, en als je dit soort kansjes dan ook nog benut, doe je het natuurlijk goed. Zij het al veel te kiezen bij Hoogeveen, dus ook veel wissels bij de ploeg van Edwardse Banden in de tweede helft. Ronde Jan ten Katen. Oh, wat een prachtig balletje van ten Katen. En dan is daar de inzet van een andere invaller, Sander van Veen. Opnieuw ten Katen. Kijk eens, wat doet hij dat toch mooi aan. Aan wie doet je dat toch denken? Jesse de Haas. Ook in de ploeg gekomen. Hij deed het zwaar die bal niet goed weg. Enrico Schonewille. De Haas met de voorzet. En dan is daar opnieuw de kans voor Sander van Veen. Overgekomen van VCG, de 18-jarige spits. Ja, dan vrije trap voor Hoogeveen met Jan ten Katen achter de bal. Ja, Ome Gudo, die legde ze altijd pan klaar. En wat doet Jan? Bam! Op het hoofd van Sander van Veen. En dan is het 1 tegen 1. Kijk nog eens. Vrije trap op maat. Op het hoofd van Sander van Veen. Ook voor de jongeling uit Geesbrug. Natuurlijk een mooie opsteker. Scoren bij het debuut. Maar dan een minuut later. De corner van Danny Kuiper. En dan is het zomaar Quinten Prins die voor Jelmer Wieringa opduikt en de bal in het doel kopt. En dan is het weer 1 tegen 2 voor de gasten uit de Dedensvaart. En dan is het even een levendige fase in de wedstrijd. Hier de vrije trap voor Hoogeveen na de overtreding op Enrico Schonewille. Ja, natuurlijk onze eigen Ronaldo achter de bal. Jesse de Haas, ja hoor! Fantastisch doelpunt van Jesse de Haas. Terug van een lange blessure. Ja, had natuurlijk alle tijd de afgelopen periode om daarvan te herstellen. Maar wat schiet hij die bal prachtig in het net. Ja, en op dit gebaatje zaten we natuurlijk nog even te wachten. En dan is het weer gelijk. Dan Dedensvaart, Mick Kelder.
komt de bal voor de voeten van Danny Kuiper. En wat een geweldige redding van Edwin Santing. Raymond Beemens keept in de eerste wedstrijd. Of in de eerste helft. En Santing verdedigt het doel in de tweede helft. Ja, en doet dat hier natuurlijk uitstekend. Dan Enrico Schonewille weggestuurd. Schonewille. En ja, dat is een prooi voor Slot. Die ook toch weer zijn klasse laat zien. 83e minuut, vrije trap van Danny Kuiper. Nou, scheelt niet veel. En dan krijgen we weer een vrije trap aan de andere kant. 88e minuut, opnieuw de Haas. En dan heeft Slot hem, heeft hem. Maar in de rebound is daar als een duveltje uit een doosje. Opnieuw Sander van Veen. En dan is het 3-2 voor Hogeveen, zo vlak voor tijd. Ja, opnieuw een prima vrije trap van de Haas. En dan scoort Van Veen bij zijn debuut zijn tweede treffer. Dan zitten we in de blessuretijd. Johan Lunenborg. En Rico Schonewille. De Geestbrugse tandem, want ja hoor, daar is Sander van Veen. En dan is zijn hattrick compleet. Wat een droomdebuut voor Sander van Veen. Ja, Twan Dekker ziet hier natuurlijk ook niet goed uit. En dan is het uiteindelijk dus Van Veen die 3 keer scoort voor Hogeveen. Ja, hij doet wat hij moet doen als spits. Scoren. En zo wint Hogeveen het eerste oefenduel. En speelt het dinsdagavond thuis tegen de Weide.